Lipstuber. En Bob, denken jullie dat ze ja gaat zeggen? Oh, ik mag het bepalen. Ga ik voor yes of ga ik voor no? Wie is de bestuurder die haar ogen gebruikt om soms gemeen te doen? Wie is die bestuurder? 100% zeker dat jij niet kan liken sneller dan dat ik tot 5 tel. Ik kan super snel tellen. Ik tel wel! Ook een beetje sneller dan dat Bob tot 5 telt. Let's go! 1, 2, 3, 4, 5! Dat is wel heel snel. Maar dat is ook een like challenge. Niet zo lang geleden ben ik uitgenodigd tot de bruiloft van Tom en Angela. Dat is hetzelfde moment waarop ik erachter kwam waarom Angela zo creepy is. Waarom zeg je dat zo? Om het episch te laten lijken. Ik heb alleen maar zin in een taco gekregen. Maar eerst ben ik benieuwd. Hoe is Tom überhaupt ooit geweest zonder Angela? Wie zit er in de doos? Wie is dat? Twee pootjes. Dit is zo cute. Dit is waar het allemaal begon. Het allereerste pratende beestje. En we pakken hem uit de doos. En we laten hem vallen. Sorry. De volgende keer duw ik jou van een duikplank. Nee. We pakken hem weer op. En we gooien hem. Katten gooien is best leuk, maar doe het nooit. Hé, daar is een kat. Ik ga het proberen. Nee, Bob. Jam, jam. Iemand heeft trek. Sorry, dat was niet mijn intentie. Oh, die ging echt per ongeluk. Dat was niet expres. Dat was op zijn bil. Ik heb ook een billy. Dat weten we. Ik zag die muis wel. Alsjeblieft. Oh, serieus? Je eet één wortel en je moet naar het toilet? Ik had één toilet en ik moest naar de wortel. Dat geluid is best wel eng. Dat is het geluid wat ik maak tijdens een horrorfilm. Let's go. Bob, oogjes dicht. Ik heb altijd mijn ogen dicht. Nice. En nu, Tom, gaan we slapen. Niet u. In bed natuurlijk. Ik moet een verhaaltje voorlezen. Lees het verhaaltje over die megataco. Dat heb ik je nooit voorgelezen. Oh, dan las ik het zelf. Lampje uit. Slaap lekker. We mogen hem een naam geven. Tommy, vind ik een leuke naam. Nice. Oh nee. De muis is terug. En 1000 punten. Oké, de muis wil dat we naar het vliegtuig gaan. Daar gaan we. Oh, sorry. Daar gaan we. Oh my gosh, waar gaan we naartoe? Tafoland natuurlijk. Nee, het is een cadeautje. Wat zit erin? Maak hem open, maak hem open. Dat was ik van plan. Voor alle duidelijkheid, ik doe dit simpelweg omdat ik eerst even wil weten hoe het leven was voordat Tom Angela leerde kennen. Tom reageert soms een beetje bang nu hij Angela kent. Oh my gosh. Fruit, muntjes, sterretjes en een zwempak. Het ziet er nice uit, Tommy. Ik wil je microfoon gebruiken. Dit is ons moment. Hey Tom, hoe is het met je? Oh, leuk dat je het vraagt. Met mij gaat het fantastisch. Dat is nice. Ik wou je wat vragen over Angela. Ken je die toevallig? Oh, Angela. De mooiste poes ter wereld. Ze is zo, zo mooi. Hij lijkt niet echt bang te zijn voor Angela op dit moment. Alleen is het natuurlijk lang geleden. Dat is dus iets van nu en niet van vroeger. Eerst was het toiletpapier op, maar dat is ook iets van vroeger. Genoeg info. Dus Tommy, jij kent Angela best wel goed? Natuurlijk. Ik weet alles van haar. Sterker nog, ik ga nu denk ik verkering vragen. In de vorige video's leek Tommy echt bang te zijn voor Angela. Maar hier vindt hij er fantastisch. Wat is er in de tussentijd gebeurd? Misschien heeft ze aan zijn taco gezeten. Niet alles in het leven draait om taco's. Nou, goed om te horen, Tom. Ik wens je daar veel succes mee. En wat denk jij, Dutchtuber? En Bob, denken jullie dat ze ja gaat zeggen? Oh. Natuurlijk, Tom. Tommy, je bent een mooie kat. Natuurlijk zegt ze ja. Dat is lief. Ja, sommige mensen zeggen dat ik het niet moet doen, omdat iemand probeert om haar te besturen. Wow, wat bedoel je daar precies mee? Besturen? Maar bestuurt niemand haar op dit moment dan? Ik snap het ook niet. Maar Ben en Ginger zeiden tegen mij dat iemand probeert om iets met haar ogen te doen of zo. Ik weet het niet. Bob, luister. Denk je serieus dat Angela eigenlijk gewoon goed is, maar dat er toch echt iets is wat haar bestuurt? Wat later is dan op dit moment? Want schijnbaar weet Tom er nu nog niks van. Ik weet het niet, Job. Maar zullen we vanavond taco's eten? Ik heb niet zoveel aan jou vandaag. Oké, dit is de app die ik de vorige keer van Pierre kreeg. Ik zie Tom, ik zie Angela en ze kijken best wel blij. Misschien dat het hele er zit iets in haar oog eindelijk weg is en dat ze zichzelf er is. Laat ik op ze klikken. Oh,
Wat is het schattigste wat ik ooit heb gezien? En die mini potjes met Nutella dan? Oh ja, die zijn wel iets schattig. Oh my gosh, ze trouwen. Ik mag het bepalen. Ga ik voor yes of ga ik voor no? Kijk naar ze. Tom is blij, Angela is blij. Ik kan ze dit toch niet opnemen? Ik kan ook gewoon Nutella schrijven. Nutella op een bruiloft, doe normaal, joh. Je hebt gelijk, dat doe ik alleen bij mijn bruiloft. Weet je wat? Ik ga voor yes. Ik ga ervan uit dat dat hele Angela wat bestuurt alleen in de vorige video's was. En nu niet meer. We zijn daar overheen. Yes! Voor altijd samen. We houden van elkaar. Ook als Tom niet luistert. Maar wacht eens even. Oh my gosh. Forever alone. Een zielige Tom. Ben. Angela? Angela wordt wel bestuurd. En ze maakte foute keuzes. Ik maakte ook ooit een foute keuze. Echt? En wat gebeurde er toen? Mijn taco! Laat me raden, hij zat al lang in de magnetron. De magnetron, zeg ik je! Maar gelukkig komt het altijd weer goed. Tenminste, ik vertrouw Angela nog steeds niet helemaal. Angela wel, maar haar ogen niet. Waarom stop ik mijn vinger bijna in mijn neus? Misschien omdat er een schat verstopt zit. Nee, Bob. De allereerste kus. Het is zo cute. En natuurlijk een kusje op de hand. Super elegant. Oh, Job, dat rijmde. Daarom zei ik het ook. En natuurlijk genoeg cadeautjes. En een taart in het gezicht van Tom. Ik blijf naar haar oog kijken. Waarom dekt ze zijn ogen af? Wacht. Misschien wil ze ook zijn ogen besturen. Job, ik denk dat je overdrijft. Ze spelen gewoon. Misschien heb je gelijk. Alleen vindt ze het niet leuk als hij met iemand anders speelt. Maar dat was het ook. De jaloezie van Angela zorgt ervoor dat ze... Zo doet Job ook als iemand aan zijn Nutella zit. Ja, dat klopt. Maar aan het einde van de dag vinden ze elkaar. Super lief. Oh, hij stinkt uit zijn mond. Net zoals jou. Ik wist dat je dat ging zeggen. Ik vind het zo schattig. Mijn laatste poging is het aan Pierre vragen hoe het zit. Ik bedoel, hij is immers degene die mij de bruiloft-app heeft gegeven. Pierre, hoe zit het nou echt met Angela? Ik heb het Ben gevraagd. Ik heb het Ginger gevraagd. Ik heb het zelfs Tom en Angela zelf gevraagd. Maar niemand lijkt antwoord te kunnen geven. En Pierre, wie is die bestuurder? Geen idee, ik heb een cadeautje voor je. Je hebt een cadeautje voor me? Geen idee, ik heb een cadeautje voor je. Jullie hebben allebei een cadeautje voor me. Waar heb je het? Oh my gosh. Was dat een papegaaien, Pop? Sinds wanneer hebben we papegaaien? Sinds jij die stomme apps gebruikt. Je hebt gelijk, het komt door de app. Ik heb het idee dat ze me proberen af te leiden met dingen die ik leuk en lekker vind, zodat ik niet meer over die bestuurder vraag. Oh my gosh, het is bacon chips. Dus ja, de bestuurder, de ogen van Angela. Ik snap het zelf niet meer. Heb je het ooit gesnapt dan? Nee. Spam in de comments wat ik moet doen. Moet ik de geheime app downloaden? De geheime app? Vertel me meer! Nee, dat doe ik niet nu. Dat doe ik de volgende keer. Bij de 30.000 likes installeert Job de geheime app. Waarom blijf je dit doen? Beloofd is beloofd. Ik ken deze chipsmaak niet. Maar nu wel. Oh my gosh. Bacon chips. Let's go. Tom en Angela trouwen. Ik trouw met de chips. En van jou mocht ik niet trouwen met taco's. Niet hetzelfde, Bob. Ik ben hier nog wel een tijdje mee bezig. Adios. Ik wil er ook heen. Bob, serieus. Niet alles tegelijk. Ik zal het kort houden. Talking Angela. Weet je daar iets over? Wat is het lekker weer, Habit Schuber. Hoe gaat het met Bob eigenlijk? Met mij gaat het goed door, Ginger. En hoe gaat het met jou dan? Bob, het is een afleidingsmanoeuvre. Het lijkt alsof ze niet over Angela wilt praten. Hou je in bedwang. Oh, oké. Ginger, neem me niet in de maling. Ik wil meer weten over Angela. Oké.